Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 23 My Team Career Mode. Mijn naam is Gian Hansgraven en vandaag zijn we weer voor aflevering nummer 61 hier in Japan. Heb je die vorige video in Singapore gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Het was weer een mooi gevecht met beide McLaren's, denk ik. Gaan we dus even kijken wat we dus vandaag kunnen gaan doen. Zijn dus volgens mij al wereldkampioen bij de coureurs en de constructeurs, dus het dubbel is al binnengepakt. We moeten nu zorgen dat we voldoende geld over hebben voor Max Verstappen. Tegen het einde van het seizoen kunnen we hem hopelijk weer gaan verlengen voor volgend seizoen. Dus we gaan even kijken welk het meest realistische doel is. Beide kunnen op zich wel en hebben het doel behaald om vierde te kwalificeren of beter. Maar goed, heb je die vorige video gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan rechts moet het ietsje, klik erop wanneer die aflevering verschijnen. En ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal, gewoon even doen. Abonneer je vooral voor meer wekelijkse My Team Career Mode content elke zaterdag en zondag meestal om 1 uur een video. Kan zo zijn dat er alleen maar op zondag een video komt, omdat ik het wat druk heb in mijn werk. Goed, moeten we nog even doorsparen voor dat ding. Oftewel de regulatieverandering. En dan spoelen we de tijd mooi even door. Komen een aantal updates op de auto. Dat is goed om te zien. En is het op naar de kwalificatie en kijken wat we dus kunnen gaan doen. Helaas begint Q1 voor ons niet zo best. Want we hebben een fout in een sensor. Dat duurt ongeveer 30 seconden. En dan kunnen we de baan op. Nou, een aantal minuten zijn dus een aantal seconden. Dus dat moet wel goed komen. En als die fout erop zit, dan gaan we dus even kijken wat we dus kunnen gaan doen in deze kwalificatie. Kunnen wij naar de snelste tijd gaan in Q1 en daar een signaal afgeven aan de rest van het veld? Of is bijvoorbeeld Yuki Tsunoda sneller de thuisheld voor McLaren? En dan bijvoorbeeld ook Max Verstappen, wat kan hij doen voor ons team? DRS dus geopend bij ons. En gaan onze eerste ronde in Q1. Nogal de vraag waar we tegen het einde van de rit staan. Helaas, die eerste bocht verliep niet zo best. En ik verlies daar heel veel tijd. Yuki Tsunoda heeft inmiddels de snelste tijd al laten noteren. Klein momentje corrigeren bij die curbstone. Oscar Piastri pakt die tijd af van Tsunoda. En hier helaas de grindbak gezocht. Veel tijd verloren. Maar goed, het is nog vroeg in Q1. Nog ongeveer 13 minuten te gaan. En dan bij startfinish. En dat is een vijfde tijd geworden. Geen probleem, want we kunnen nog een ronde. Jazeker, we zijn inmiddels doorverwezen naar een 16e tijd. Op dit moment op het randje om door te kunnen komen naar Q2. Met nog ongeveer een minuut op de klok gaan wij onze laatste ronde in Q1. Dit wordt dus een alles of niets ronde. We lopen al stukken beter. We zijn al gelijk 2/10 sneller. Viertiende inmiddels. Vlag hangt uit in Q1. En gaan hier denk ik heel veel tijd winnen. Jazeker, ruim een seconde. Omdat de ronde nu wel perfect is. Anderhalve seconde gewonnen op onze eigen tijd. Met groen in sector 1 en 2. Laatste paar bochten nog te gaan. We winnen zelfs ongeveer 1,8 seconden op onze eigen tijd. En dat is de derde positie. Goed gedaan. Prima ronde en op naar het tweede kwalificatiedeel. Zijn we dus ook bij aanbeland. En wij gaan het maar doen op 1 setje van de zachte band. We gaan dus een extra set sparen voor de race. Je weet maar nooit. Nog
40 seconden ongeveer op de klok. Waar hangt uit in Q2? En kijken waar we zometeen staan. Op dit moment een 16e tijd en positie. Kortere lijn nemen naar start-finish en dat heeft ons op een 5e tijd gebracht. Prima ronde, door naar het laatste kwalificatiedeel. Zijn we dus ook aanbeland en we gaan 2 runs doen. Kijken of deze eerste run al hopelijk genoeg is. We zijn er al best wel vroeg naar buiten gegaan, nog ongeveer 9 minuten op de klok. Dus dan kijken waar Yuki Tsunoda eindigt, waar Max Verstappen en Lando Norris eindigen. Dat zijn onze directe rivalen. Gaat het helaas hier wat minder. Wat tijd verloren. Piastri voorlopig naar pole position met een 1:10.9. Sorry, dat laat hij noteren in sector 2. En wij zijn 9000ste sneller. Verstappen met een 1:27.5 naar voorlopig pole position. Russell pakt hem af met een 1:27.1. En wij komen tot een 1:27.5. Pakken P2 af van Verstappen. Maar het gat naar Russell is ruim 1/4. Inmiddels zijn we helemaal doorverwezen naar een 7e en 8e tijd. Omdat Verstappen dus de 3e tijd had genoteerd. Nog ongeveer een minuut op de klok. Een minuut op de klok te gaan. Kijkend waar we zo meteen gaan eindigen. Wat kan Yuki Tsunoda trouwens nog? De thuisheld in zijn McLaren. Piastri naar P9. Bij de Red Bulls op 5 en 6. Hier verliezen we wat tijd. 2/10 erboven. Maar zijn wel paars in sector 2. 1/10 sneller dan Perez. En zijn ruim 1/4 onder onze eigen tijd gedoken. Komen aan bij start-finish. En wordt dat de pole position? Nee, het is volgens mij een 2e tijd. Toch nog een goed rondje. Toch nog prima gedaan. Tsunoda is ruim 3/10 sneller. Stap op P8. Wij dus op P2. Russell op P3. Dus op naar de race. En kijken wat we dus kunnen gaan doen. Daar gaan we dan voor aflevering nummer 61. We come to you today live from the Mie Prefecture in the south of Japan's Honshu Island. For a race that has seen so many title deciders through the years. Some simple, some controversial, but all contributing to a legacy that makes the Japanese Grand Prix an indispensable stop in any Formula One season. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Yuki Tsunoda lines up on pole position, and the professor completes the front row. Considering the rest of the grid, we have Russell, Sainz, Drugovic, Perez, Norris, Verstappen, Oscar Piastri, Leclerc, Gasly, Teo Porcher, Richard Vachon, Doohan, Magnussen, Albon, Sargeant, Hauger, Stroll, Bottas, De Vries, and Liam Lawson. And now it's time to head down to the track. Alongside me once again for coverage of today's race, it's none other than the great Anthony Davidson. Let's talk about the professor. What do you make of their performance so far this season? It's been a really solid year so far. There have been some incredible standout performances, but what's really impressed me has been the consistency. With this kind of form, I'm expecting another great race today. After the points finished last race, let's aim to keep that momentum going. Dat momentum moeten we dus meenemen in deze grote prijs. Kijken wat we dus kunnen gaan doen vanaf een 2e positie met Yuki Tsunoda. Dus op pole position voor zijn thuisrace. Strategie is medium. Ik zeg het verkeerd. Zacht medium. Excuses. Soft medium. De rest staat allemaal op hard. Iedereen start op hard. Denk ik. Dus ik denk wel dat wij de leiding kunnen veroveren van Tsunoda in een aantal meters tijd.
Maar nu eerst de remmen, de motor en de banden op temperatuur zien te houden. En dan gaan we zo meteen kijken wat we dus kunnen gaan doen vanaf een tweede positie. Jazeker, zijn dus aanbeland bij het in de grid slot rijden. Kijken of we goed of perfect in onze positie komen. Dat is dus goed. 0,6 meter er vanaf. Goed gedaan. Wachten totdat de laatste auto bij zijn positie is aanbeland. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 61 hier in Japan. We vertrekken dus op de tweede positie. Achter thuisheld en poleman Yuki Tsunoda. Lampen gaan aan voor aflevering nummer 61 hier in Japan. En de lampen zijn uit en we zijn onderweg en komen al beter weg. Jazeker, en Tsunoda al gelijk gepasseerd. En wij pakken de leiding af nog voor de eerste bocht. Binnen een paar meters tijd is het gedaan met de leiding van Tsunoda. En nu kunnen wij hopelijk wegrijden van de Japanner. Het gat is nu al gelijk 1/4 met die zachte band die vele malen sneller zijn dan de harde band. Weet wel dat we eerder naar binnen moeten dan de jongens achter mij. En hebben nu al een seconde voorsprong op Yuki Tsunoda. Met paars in sector 1, maar het is logisch, want het is pas de eerste ronde. Derde ronde inmiddels als Carlos Sainz het snelste race ronde heeft afgepakt. Tsunoda achter ons, gat is 2/10. En daar maken we een fout. Tsunoda kan daar net niet van profiteren. Zit nog dicht achter ons en in de slipstream. Wij gebruiken ERS. En Tsunoda aan de binnenkant lukt daar net niet. Wou het proberen. Maar ging helaas net niet. En dan gaan we ronde nummer 4 alweer in. Nog 15 rondes te gaan met paars in sector 3. Gat naar Tsunoda blijft ongeveer 1/18. Is nu inmiddels 19e geworden. Sainz volgt op P3, Russell 4 en Drugovic op P5. Die staan inmiddels op grote afstand en wij laten paars in sector 1 noteren. Goed gedaan. Dan zitten we in de vijfde ronde van de race. Als Tsunoda weer naar ons is toegereden. En we hebben het een beetje lastig met de curbstone. Tsunoda hier aan de buitenkant lukt niet. Gele vlag. Daar is iemand uitgevallen. En dat is... Ik kon even niet zo zien wie het was. Excuses daarvoor. Jammer voor hem. Tsunoda aan de binnenkant. En dat is een touché. Yuki Tsunoda, eigenlijk hebben wij Tsunoda geraakt, want wij stuurden gewoon naar links toe om die bocht te claimen. En dat betekent dat Tsunoda ons heeft geraakt. Hier Sainz aan de buitenkant bij 130R, maar dat lukt net niet. Was daar een beetje close, maar toch houden wij het gaspedaal eigenlijk ingedrukt. Eigenlijk hebben we geen gaspedaal meer, een controller, maar goed, je snapt volgens mij wat ik bedoel. Sainz is nu op P2, Tsunoda op P4, twee plekken verloren. Aan Carlos Sainz en George Russell. Nog 13 rondes te gaan in de race. Hier hebben we het een beetje lastig met de S-secties. Dat ziet Sainz. Rijdt er ook gewoon naartoe. Het gat is nu minder dan 2/10 ongeveer. Loopt weer op naar 3/10, 4/10. We houden dus het gat gelukkig. Zitten we in ronde nummer 9 van de race. Als ik naar binnen duik voor mijn eerste pitstop van de dag. Ga naar de mediumband. Sainz rijdt door. Tsunoda naar binnen. Drugovic naar binnen. Norris naar binnen. Maar die rijden allemaal op de harde band. En Verschoor, Porsche gaan allemaal langer door op die zachte band. Interessant.
Albon gaat ook door en wij komen denk ik terug achter Logan Sargeant. Jazeker, achter Logan Sargeant komen wij terecht. We moeten dat gat zien te dichten en hem zo snel mogelijk passeren. Anders komen er belangrijke secondes in gevaar. Maar hier dan al aan de buitenkant bij de Amerikaan. En jazeker, een prima inhaalactie op de Williams-rijder in diezelfde ronde. Nu is het op naar Alexander Albon voor de vierde plek. ...8,2 seconden is het gat naar Alexander Albon. En iedereen is al naar binnen gedoken. Dat betekent dat wij weer aan de leiding rijden. En dat Carlos Sainz dus weer achter ons rijdt. Met die DRS. Met die verse mediumbanden. En zometeen ook de slipstream. Wij gooien de overtakeknop alvast aan. Om te verdedigen in de 17e ronde van de race. Sainz kan er niet voorbij. Moet nog even geduldig zijn. En het hoofd vooral koel zien te houden. Met nog ongeveer 2,5 rondes te gaan. Sainz hier misschien aan de buitenkant. Nee, gat wordt gedicht door ons. Blijft ongeveer 2/10 in het gat. Sainz kan hier ook niet voorbij. Misschien dan op de exit. Ook niet helaas. Tsunoda volgt op ruime afstand. Gat is daar ongeveer 7 seconden. Er zou trouwens ook licht regen zijn voorspeld. En daar maken we een fout. Sainz ziet dat en is er voorbij met nog 2 rondes te gaan in de race. Even terug naar het weer. Er is regen voorspeld tegen het einde van de wedstrijd. Donkere wolken beginnen ook al rond het circuit te hangen. Maar hier dan terugkomen aan de binnenkant bij 130R. Jazeker, dat lukt alweer. Weer een prima inhaalactie op Carlos Sainz. Goed gedaan. Nu is het dit gewoon volhouden tot het einde van de rit. Jazeker, regen binnen 10 minuten tijd. En we zitten in de laatste ronde van de wedstrijd. Carlos Sainz probeert het nog. Maar kan hier niet voorbij. Ik denk dat de regen te laat komt. Want het is nog droog op het circuit. We gaan daar een beetje verdedigend rijden. Gat is inmiddels 18e. Wat kan Sainz hier nog bij 130R zometeen? Gat is nog steeds 6/17e. En ik denk niet dat Carlos Sainz dit volhoudt en dit redt. Komt wel dichtbij. 3/10, 4/10 ongeveer. Nee, Carlos Sainz redt het niet. Komt tekort voor de race overwinning. Dat betekent dat wij er weer eentje mogen bijschrijven met het snelste race ronde punt. Prima race. Prima aflevering ook voor ons. Goed gedaan en dus op naar de volgende wedstrijd. Ah, fantastic drive. That's just fantastic. Amazing. You deserve that race win. Well done, mate. That's a spectacular victory then, and with it, the championship is secure. It's been a magnificent season, and they thoroughly deserve the cheers of the crowd here today. Tell me, Ant, how do you think they were able to deliver such an incredible result today? Well, time management probably played quite a large role in the outcome of this one. As ever, it's not just about speed, it's all about maintaining that speed consistently over a stint, over a race distance. So being able to keep up the lap times while still being smooth on the controls and gentle on the tyres, that's really where the race was won today. I'm thoroughly exhausted after the excitement of the race, but I'm sure it's nothing compared to our drivers here. They've worked hard to make it up there, and it's great to see them make their way out onto the podium. Thank you.
Hier dan onze uitslag van de wedstrijd. Wij winnen dus de grote prijs van Japan. We staan Carlos Sainz. Goed gedaan. Pakken ook dus dat race onder punt. We stappen naar P7. Jammer maar helaas. En wie was die uitvaller nou? Liam Lawson was die uitvaller. Klassement nog altijd aan de leiding. Maar goed, we zijn al kampioen bij de coureurs en de constructeurs. We stappen eigenlijk kansloos dit seizoen. In het begin wel dreigend, maar daarna namen wij het stokje over. En is Verstappen niet meer in de buurt gekomen van ons. Dus hoop op meer spanning voor het seizoen. Rivaal breakdown met mezelf en Lando Norris. Plus 5 voor mij. Op maakt 14 tegenover 6 met nog 4 wedstrijden te gaan. Op naar het team acclaim. Dat is ook weer goed. Wij zijn level 22. Het team is denk ik nog steeds level 26. En Max is level 21. Jazeker, daar blijft het bij. Op dan naar het sponsorgeld. Van alle doelende sponsoren behaald 2,56 miljoen dollar erbij. Helaas heb ik 500 dollar misgelopen door schade. Dus 124.500 dollar erbij. In totaal 17,72 miljoen dollar op de bank. Dat betekent dat we stappen kunnen gaan verlengen. Want we voldoen aan de eisen van zijn salaris. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat je genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloond dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. Ben je trouwens nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneer je vooral voor meer wekelijkse My Team Remote content. Ik hoop elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Maar ik heb het nogal druk met werk. Dus het kan zijn dat er maar 1 video op de zondag komt. Helaas. Het is niet anders. En volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Dit was het journaal mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content.